Excelsior Maassluis, de Tricolores en TSC Tiel doen het allebei niet goed in de tweede periode. De TSC doet het al helemaal niet goed in uitwedstrijden. En halverwege de eerste helft komt Excelsior op voorsprong. Dien van Ooyen is de man die de assist van Kevin Vink tot doelpunt promoveert. Dit doet Vink heel leep hoor, met de buitenkant van zijn linker. Van Ooyen gaat goed door, Van der Smat is kansloos en Excelsior staat op voorsprong. En dat was even geleden, de laatste twee thuiswedstrijden eindigden in 0-0. De ploeg uit Maassluis overigens dit seizoen thuis wel ongeslagen. Holder voor TSC vindt Sherwin Grot en die moet daar toch de 1-1 maken. Maar de Van IJsselmeervogels overgekomen spits blijft dit seizoen op twee doelpunten staan. Beide gescoord in dienst van de Vogels. Ook deze bal van Holder gaat er niet in. En zo dringt TSC aan. Maar blijft met kunst en vliegwerk Excelsior overeind ook als coach. De bal uit de draai niet lekker raakt. Blijft het 1-0 voor de thuisploeg. Die verdedigend wankelde, misschien ook wel door de afwezigheid van sterkhouder Daan Smit. In de extra tijd Excelsior nog even. Maar Almeida volgend jaar Barendrecht schiet de bal voorlangs. En zo mag TEC blijven hopen. Shaki Son de invaller met de vrije trap van Leeuwen. Red scrimmage en bal weg door Blij. Niet helemaal weg. En dan de vingertoppen van Leeuwen op de inzet van Wimilio Vink. Het blijft 1-0. TEC verliest weer een uitwedstrijd.